worden. We hebben ons overslapen. Oh, Pieke, het is 9:15. Het is uw trouwdag. Oh, de taxi's staan hier om 10:00 en om 22:30 begint de mis. Oh, en misschien staat de ceremoniemeester al voor de deur. Oeh, het is Madeleine. U weet, is dat Madeleine er al? Ma. En de coiffeur. De coiffeur. Mijn haar geraakt niet op tijd klaar. Maak, ja. Kijk eens naar de wekker. Ik heb al gekeken. Het is 3:15. Ah, wel, zie je wel, 3:15. Oh, God, je hebt gelijk. Ik heb de grote wijzer met de kleine wijzer verwisseld. Allee. Oh, Pieke, ik denk al aan straks. Al die chique Mercedes'en. En ik naast Maurice. En mijn chique hoed. Tante Madeleine zal nog wel staan kijken. Oh, zeg, het is wel mijn trouw, hè? Ja, natuurlijk, kind. Het is zo goed uw feest als dat van mij. Oh, en mijn kleed. Heel het dorp gaat aan mijn kleed komen kijken. Pieke, ik vind het wel fijn dat je thuis komt slapen. Ja. En dat Mark u komt halen. Dat is juist gelijk vroeger. Ja. Ja. Maar kunnen we nu gaan slapen? Hè? Toen ik trouwde, zei mijn moeder pas de avond voordien hoe het moest. Oeh, jij zei toch moeten trouwen? Ik wist het al. Jij weet het toch ook? Zeg, maak het alsjeblieft. Ja? Slaap wel. Ja, natuurlijk weet je dat. Wat ik mij afvraag, weet Markske het wel. Ik denk echt dat jij nog zat bent van deze nacht. Nee, kind, ik ben niet zat. Ik ben gelukkig. Ja. Oh, zeg, om die zieken. Ja. Allee. Maar... Ik voel me wel een beetje schuldig. Pieke, je moet je niet schuldig voelen. Ze doen het allemaal voor ze getrouwd zijn. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik heb wel Mark zijn vrijgezellenavond verprutst. Ik heb gewoon de politie op de mannen afgestuurd. Oeh, dat. Dat is voor zijn eigen geluk. Zo weet hem direct wie er de baas is. Zeg, wat is er? Ja, is Xavier thuis? Oh, niet in mijn bed. En hij is ook niet met zijn zatte patatten uit de canapé gevallen. Oh, mijn Paul is er ook niet. Allee, er zal toch niks gebeurd zijn, hè, Carmen? Godverdekken, zouden die nog altijd aan het boemelen zijn bij Boma? Nee, ik kom vandaar. Er is daar geen beweging. Kom, we moeten de ziekenhuizen bellen. Allee, belt jij naar Sint-Elisabeth, zal ik naar Sint-Ambrosius bellen. Oh, misschien zijn ze dood. Oh, kunt je het je al voorstellen? Ik zo'n jonge weduwe. Ja, en ik dan, in de fleur van mijn leven. Hallo, Sint-Ambrosius. Ja, het was voor te vragen of dat er geen ongeluk is binnengebracht. Xavier Waterslagers. Klein, dik en waarschijnlijk zat. Het is goed gevallen. Ja, ik wacht. Ja, met Doortje van Hoek. Ja, of er vannacht geen mensen zijn binnengebracht, alstublieft. Paul de Tremedy. Een lange magere. Ja, ik wacht. Ja. Geen kleine dikke. Wel een lange magere. Geen lange magere, wel een kleine dikke. Een kleine dikke? Een lange magere. Dat is Xavier. Dat is Paul. Ja. Hallo, hier de bedroefde weduwe van het slachtoffer, ja. Ja, klein, dik, zwart. Met kruikjes. Nee, dat is hem niet. Ja, een lange magere. 85 jaar? Nee, dat is hem niet. Excuseren. Oh, zeg. Wat nu? Ja. Misschien zijn ze ontvoerd. Misschien krijgen wij straks telefoon dat ze losgeld willen.
Ja, wat is het einde van de maand? Ik heb maar 120 euro meer, hè? Ja, allee, bel de politie. Allee, politie. Ja. Hallo? Ja, mijn ventje is vermist. Klein, dik. Xavier Waterslagers. Ja, is die bij u? En Paul? Paul? Een heel bende. En een kindje dat wil trouwen. Zeg dat ze direct naar huis komen. Hoe dat gaan is, ze zitten vast. Zitten ze vast? Ze zitten vast. Ja, dat ze dan loslaten, hè? Laat ze dan los. Ja, zeg, laat ze los, hè. Ja. Hallo? Hallo? Als de pastoor maar op tijd komt. De pastoor wel, maar wij? Oeh, denk jij dat wij te laat... Oh, de coiffeur. Maak, alsjeblieft. Ja, kind, ik weet hoe dat jij je voelt, maar een goede raad blijft kalm, kalm, gelijk je moeder. Balthazar zal toch wel uw val in een oldtimer gelegd hebben, zeker? Ja, ja, ik heb hem dat duidelijk gezegd. Zal ik de ceremoniemeester al eens niet bellen? Maken, blijf zitten. Ja, dan. Ja. Heb jij je spiraaltje ingeslikt? Ja. Dat jij zo kalm kunt blijven, hè? Er is geen reden om mij op te jagen. Oh, nee? Hm? Nee, Mark? Met Mark kun je van alles verwachten. Misschien slaapt hij nog. Wel? Ik zal hem direct eens gaan bellen, hè? Ja, Bieke, nu moet jij je niet zenuwachtig maken, hè? Neemt niet op, hè? Ziet je, die is gewoon vergeten dat het vandaag zijn een trouwdag is. Oh, jij kunt u opwinden, jij. Ongelooflijk. Of hij heeft zijn wekker niet gezet, hè? Of hij vindt zijn schoenen niet. Oh. Wie weet waarom zijn bruidsboeket gaat kopen. Zeg, Bieke, nu maakt je mij dus echt ongerust, hè. En ben ik zenuwachtig? Nee, nee, dus, hè, kalm, 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 hè. Oh. Eindelijk, ik ben blij dat je er bent. Hoe ziet jij eruit? Kieken! Hé, jij, wat heb jij te vertellen? Hamer. Oh, ik kan dat uitleggen. Zwijg als je spreekt. Ik ben niet beschaamd. Doortje, ik heb niks gedaan. Je hebt gedronken. Geen druppel. Is het niet waar? Ja. Ligt niet, hè. Ik ruik het. Jij ruikt Xavier. Nee, maar niet goed. Jij beseft toch dat je binnen een paar uur moet trouwen? Moet dat dicht vandaag? Ja, dan alsjeblieft, pakt ze mee. Waar worden ze feitelijk van beschuldigd? Van nachtlawaai, weerspannigheid aan openbare gezagsdragers en smaad. En die meneer daar. Aanranding van de eerbaarheid van twee vrouwelijke politieagenten in uniform. We kunnen toch wel iets arrangeren, hè? Ik stuur u een doos met mijn beste saucissen, de Boma Light. De delicatesse. Dat is wel een poging tot omkoping, hè, meneer Boma? Dat komt in uw dossier. Nog eens 3 maanden. 2 dozen. Je hebt groot gelijk, meneer. Sluit ze maar allemaal terug op. Kom, Doortje. Nee, nee, nee. Doe mij dan niet aan. Ik heb dorst. Je gaat ons hier toch niet laten zitten. Eigenlijk verdient jij niet beter. Maar ja, de trouw moet doorgaan, hè. Ja, zeg, niks zeggen tegen Bieke en Pascal, hè. Je mocht ze niet ongerust maken. Ja, dat is waar. Allee, naar huis, jij. En jij ook. Allee, en jij ook, hè, Paul. Ja, wat... En straks ga de Mark helpen. En ik, hè? Zorg jij maar dat uw oldtimer klaar staat. Ja, kom, dan zijn we hier ook weg, hè. Oh, uw adem. Mannen, wacht eens, wacht eens. Eerst nog tekenen. Ik voel mij niet goed. Dat doet er niet toe. Hier, tekenen. En wat moet ik tekenen? Wat moet ik tekenen? Een ei. Ah, moeilijk. Dan moet ik er eens aan kijken. Ik voel mij niet goed. Ik wil u verwittigen. Hier is alles elektronisch beveiligd, hè. Oh, laat me binnen. Ik ben het. Mark. Mark, zeg eens.
Wat zijn er nu voor manieren om zo vroeg uit mijn bed te halen? Je hebt toch een sleutel? Ja, die zit nog in mijn andere kleren. Ja. Ah, zeg! Oh, weet je wel hoe jij eruit ziet, zeg? Ja, gelijk een kiekje. Maar als mijn duiven nu zo zien, dan pakken ze een schrik. Kom, maar, kom. Laat weg, mij binnen, ik weg. Moet trouwen. Ja, het is van de moeten. Dat verwondert me niks. Hoewel. Zeg, waarom zou ik u binnenlaten, hè, als ik niet naar uw trouwfeest mag komen? Ja, van mij mocht je. Serieus? Allee, merci, hè, Mark. Ik... Oh. Oh. Maar van Bieken niet, hè. Allee, Mark. Wat heb ik haar toch misdaan? Ik ben een goed uit die persoon. Ik weet het, Fernand. Maar volgens Bieke zei je nergens voor nodig. Morale, Mark. Ja, en nu moet ik mijn kostuum gaan aandoen. En ik moet nog een bruidsboeket gaan halen. Nu nog? Ja, en oh, ik voel mij niet goed. Oh. Mij niet nodig hebben. Ah, dat zullen wij nog nodig hebben. Hmm. Hallo. Hallo. Je zei toch wel zeker dat die mariage vandaag de dag is. Maar ja, Jérôme. Zeg, en je weet wat ik gezegd heb, hè? Van de drank afblijven en hoffelijk zijn tegen de dames. Oh, Jérôme moet zien. Ze hebben opnieuw behangen. Het is even smakeloos als vroeger. Dat gelooft je toch niet, dat Pascal mijn zuster is? Hè? Hallo? Nee. Pascal heeft niet dezelfde smaak als jij. Oh, wacht maar. Ze zal zich wel optutten. Je gaat zien, ze gaat hier zelfs binnenkomen met zo'n air. Madeleine, zei jij al hier? Oelala, en hoe dat ik eruit zie. Oh. Excuses, Madeleine. Oh, Jérôme. Oh, Pascal, je ziet er sympathiek uit, hè? Jij is een... Hoe heet die beest met pinnetjes? Steek een varken, hè? Jérôme, alsjeblieft. Je zegt dat ik moest hoffelijk zijn tegen de vrouwen. Ben voilà. Oui, 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 Jérôme. Le coiffeur, coiffure, notre bique, sur la chambre de bassin. De badkamer. Oh, oui, et Bieke est presque prêt. Et après, c'est à moi. Maar, allez, ga toch zitten. Ja. Asseyez-vous. Hoe zeg, en is alles in orde? Oh, tot in de puntjes, Madeleine. Ja, ik vind dat je tenminste ons had mogen vragen om getuige te zijn. Oh, Madeleine, dat is geen probleem. Jij kunt jij ook getuige zijn. Oh, Mark heeft er al zoveel gevraagd. Maar normaal zijn er toch maar twee getuigen? Mijn geweest, Mark is niet normaal, hein, voor mijn chérie. Madeleine, we hebben ook zoveel connecties. Ja. Zal ik u iets inschenken? Een aperitiefje, Jérôme? Nee. Ja? Jérôme heeft geen dorst. Goeiedag, allemaal. Maurice, dat is mijn zuster Madeleine en haar echtgenoot Jérôme. Voilà. Maurice? Dat is nu Maurice de Prater. Met een kleine thee. Aangenaam, Maurice. Ik heb al heel veel over u gehoord. Jij bent dus chef van de technische dienst van de gemeente. Of vergis ik mij? Jij vergist u wel. Ah, excuseer. Jij bent directeur. Toch bijna. Ik ben gewoon klusjesman. Hij is zo bescheiden, Madeleine. Ik zeg altijd, als je zijt wie je zijt, dan zijt je niemand anders. Zo'n filosoof, Madeleine. Pardon dat ik me excuseer, maar nog goeiemorgen, ja. Feestvarkens. Marie-Paul, Theo, excuseer voor mijn haar, maar je bent wel gekomen. Mijn zuster Madeleine en echtgenoot Jérôme en Maurice de Prater. Oh. Dat zijn de ouders van Mark. Oh, de begrafenisondernemers. Ja, ja, inderdaad. En het is druk, druk, druk. Het is precies of iedereen tegelijk wil doodgaan. Deze morgen hebben wij nog twee lijken moeten wassen. Dat is interessant. Ja, en ik moet u verzekeren, daar was werk aan. Ik zal nu maar eens naar de badkamer gaan. Ja, Pascal, doe dat, want daar is ook nog werk aan. Ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta.
Lieke, je bent een bijzonder. Ik ben jaloers op uw echtgenoot. Lieke, je bent precies een prinses. Mm-hmm. Dat zit in de familie. Ja, dat heeft ze van haar tante. Is Mark er nog niet? Oh. Maak je maar geen zorgen, Piek. Ik ben er zeker van dat Mark al helemaal klaar staat voor u. Eén knoop is genoeg, zeg. Kom aan. Kom aan. Uw voet. Kom aan. Oh. Ik voel mij niet goed. Hm. Zoveel heeft hij toch niet gedronken? Dat is gebrek aan training. Kom, Mark. Hemd aantrekken. Handje insteken. Ja. Allee. Nee, is niet verkeerd. Nee. Maar ik verkeerd. De andere kant moet je erin. Ja. Nee. Allee. Kom. We gaan gewoon opnieuw beginnen. Ja. Zo. Allee. Zo. Mark. Deze hand in deze mouw. Nee. Kom aan. Een beetje meedoen, hè. En dan deze. Je moet werken, maar. Dat is niks. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Zeg maar, ook. Dat kan gebeuren. Dat is niks. Kom. Hier staat hem, zeg. Hè? Arm. Kom aan. Handje. Ja. Okay. Voilà, zeg. Zeg, Mark, uw hemd dichtknopen nu. Ja, en Mark, ook u goed houden, hè? Recht staan en die schouders wat achteruit doen. En denk, ik ben nu ziek. Ik ben niet ziek. Dat is flinks, hè? Voilà. Maar ik moet wel overgeven. Niet doen. Kom, het is goed. Mark, waar is uw bruidsboeket? Dat heb ik nog niet. Hoor ik hier nu niet het woord bruidsboeket vallen? Wat komt jij hier doen? U helpen, hè? Nu heb ik hier toch wel het schoonste bruidsboeket dat je kunt indenken. Fernand, kom weg met die rommel, hè? Rommel, hè? Nou, dat zijn wel biologisch geteelde de bloemen, hè? Alsjeblieft, Mark. Hey. Dank u, Fernand. Nee. Fernand? Alsjeblieft, hier zijn uw pisbloemen en laat ons ook gerust, hè, zeg. Maar... Ja, en trouwens, waarom staat jij hier in kostuum? Ja, voor het feest. Jij bent niet uitgenodigd. Oh, Mark. Mark, zijn we bijna klaar, jongen? Allee, Mark, uw oldtimer staat te wachten. Oldtimer? Ja. Nu gaat je me toch niet vertellen dat het bruidspaar met een oldtimer naar de kerk wordt gevoerd. En wat voor ene? Man, nu heb ik hier toch wel de schoonste oldtimer staan. Speciaal uitgerust om huwelijken te vervoeren, hè? Ja, nou, een camionet met een open vloer, ja. Lach maar, hè. De kleine zelfstandige wordt nooit iets gegund. Nee. Van wie is die een oldtimer? Daar heeft Boma voor gezorgd. Kom op. Boma? Ja. Die lelijke onderkruiper, hè? Kom, maar, ja, maar, 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 ja, ja, ja. Kom, want... Ja, hoe is het hier met onze toekomstige bruidegom? Ik voel me al... Ja. Nico. Uit! Ja. Yeah.
Miljarden! Miljarden! Ik hoop dat die koude douche hem deugd gedaan heeft. Hè? Ik hoop het ook, ja. En, Mark, gaat het niet? Ik voel mij niet goed. Xavier, jij als beroeps, wat moet hij nu doen? Ja, als ik een kater heb, dan begin ik 's morgens waar ik 's avonds mee geëindigd ben. Hè? Nee. Bij Mark gaat dat niet helpen, vrees ik. Oh, jammer. Ik weet iets. Hm? Mark, ja, heb jij soms donker bier, een stout of zo? Ik weet niet. Nee, allee, een gewoon pintje dan maar. En een ei. Voilà. Hm? Wat gaat jij nu doen? Ah, het ei in het bier, hè, Paul? Ja. Ja, dat is een oud recept van mijn grootvader. Come on. Hop. Zout. Peper. En? Tabasco, ja. En nu, Mark. Opdrinken. Dank u, Sam. Nee, Mark, niet doen, rustig. Ja, maar hé. Hey. Oh. Wilt je dat hem terug fit geraakt? Kom daar van kots en de darmen uit zijn lijf. Oei. Ah, weet je wat ook helpt? Een zure haring. Dat komt zich. Bij mij helpt maar één ding. En dat is? De warme choco. Oh, ik ben toch een beetje ongerust dat Mark er nog niet is. Hij komt wel, je kent hem toch? Ja, juist daarom. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn, hè, dat de bruidegom het op het allerlaatste momentje laat afweten. Pardon. Op onze Mark kunt je rekenen eigenlijk, dus. Oh. Voilà. Oh, mama. Oh, Pascal. Je bent precies Fabiola. Oh, merci, Madeleine. Ik zou zeggen, chapeau. Maar je hebt er alleen, hè. Oui, Jérôme. Ik kan Pascal niet ongerust maken, hè. Niks zeggen, hè. Nee. Oh, allez. Voilà, de eerste getuige is present. Oh, en de pers is er ook al. Doet u maar, hoor, kom. Allee, Carmen, wat een hoed, zeg. Zat ik in een grotere zeker? Oh. Ah, madame, met de grote hoed. Ik kom hier, dokter van Rubens, dat ik u in BC geef. Alsjeblieft. Waar is Xavier? Ja. En heb je mijn werk gezien? Ja, weet jij dat dan niet? Oh, die hebben een hele nacht in de gevangenis gezeten. Ja, en Markske is zo zat als een kanon. Wat? Ja. En ik mocht niks zeggen. Jij hebt ook geen tact om dat aan te brengen, hè? Mijn schoonzoon in de gevangenis. Wat een schande, hè? Wat hebben ze gedaan? Oh, beledigingen aan de openbare macht. Nachtlawaai en aanranding van de eerbaarheid van vrouwelijke agenten. Nee, met zo iemand gaat gij trouwen. Jérôme. Ik heb altijd al eerbaarheid willen aanranden. En mijn Mark? Die is zo ziek als een hond. Die zijn ze nu aan het oplappen. Hè? Hartje! Ik wil een borrel. Ja, dat moet je dus niet fotograferen, hè. Gaat u beter klaar voor als de bruidegom komt met zijn bloemen. Ah, Pieke. Alsjeblieft, die zijn voor u van uw grootste fan, die u het beste wenst voor uw verdere leven. Nee, maar zeg, Ferna, laat mij los. Maar stop, daar is hij. U had me toch gezegd dat ik de bruidegom moest fotograferen? Ja, maar dat is de bruidegom niet. Wat kon jij hier doen? Bloemen geven, hè. Nu mag ik toch naar uw feest komen, hè. No way, Fernand. Zeg, bol het af. Ik zal u nog eens een schone bouquet geven, hè. Zo.
Ah, jij bent in het wit. Ja, Pascal. Ik heb iets vreemd aan betaald, dank. Ja? Uw oldtimer wil niet starten. Mijn gedachte staat plat. Plat? De banden, alle vier plat. De vier banden plat? Dat zijn oude banden, hè. Maar wie doet er nu zoiets? Dat is geen mens meer, dat is de hooligan. En wat nu? En wat nu? Wat nu? Ik heb de oplossing. Ik heb thuis een spiksplinter nieuwe oldtimer staan. Ik kan het bruidspaar wel naar de kerk voeren. Fernand, ik moet niet weten van uw kamionet. Maar enfin, dat is toch een schoon gest? Bieke, je mocht ons een Jaguar hebben. Nee, dank u, dat is niet nodig. Maar nee, maar Mark en ik, wij wilden altijd al in het bolleke naar de kerk rijden. Dat is heel romantisch, hè? Al die Mercedes'en en dan wij in het bolleke. Bolleke, wat is bolleke? Is dat geen bier? Dat is een sardineblikje op vier wielen. Bolleke, ribbesolleke, bolleke, knol. Zeg, Jeroen, jij zit toch niet... Nee, Bieke, dat kun je niet doen. Allee, wat gaan de mensen zeggen? Opmaken. Ja, maar geen bruidswagen, geen bruidegom en geen ceremoniemeester. Ja. En zonder ceremoniemeester kun je absoluut niet beginnen. De ceremoniemeester... Een ceremonie, mee. Pardon dat ik mij excuseer, maar ik zou dat kunnen doen. Theo, jij? Je moet het maar vragen, hè. Ik doe dat bij elke begrafenis. Ja. Zo. Dan kunnen wij vertrekken, hè. Zo. En nu, Mark, uw houding, ja? Hé, hey, zoals in het leger, hè. Schouders achteruit, ja. Buik indrukken. Ja. Ik zal maar niet vragen om het geweer te presenteren. Zeg, heb jij alles? Ja, uw pas. Siskaart. Uw bloemen. Ik had bloemen, maar ik heb ze terug aan Fernand gegeven. Dan gaan wij bloemen kopen. Hè? Is het goed? Ik voel mij niet goed. Dat komt goed. Mag ik u even spreken, alsjeblieft, meneer? Sorry, ik ben de ceremoniemeester en ik ben al aan de late kant. Ja, maar je moet je niet haasten, meneer. Dat is niet meer nodig. Oh, man. Wat is er aan de hand? Toch niemand ziek geworden? Oh, veel erger, meneer. De bruiloft gaat niet door. Ja, de bruidegom heeft op het laatste moment afgemaakt. Meneer, de serie. Triestig. Ik heb dat nog meegemaakt. En u bent... De vader van de bruid, meneer, dat pakt u. Het feest. Ja, geen bruiloft, geen feest, geen receptie, meneer. Natuurlijk, ook geen ceremoniemeester, meneer. Ja, zou ik toch niet even tot bij de bruid gaan? Meneer, oh, dat zou ik zeker niet doen, want ze wil niemand zien. Ja. Wat moet ik zeggen? Ik leef met u mee. Dank u, vriendelijk, meneer. U bent de man met begrip, meneer. Hallo, Ronnie Pauwels. Ja, wij maakten ons ongerust, hè. En? Nog altijd geen ceremoniemeester? Oh, man. Wie? Wat blieft de vader? Struis gebouwd? Gangstertype? En wallen onder zijn ogen? Nee, meneer, dat is een bedrieger. Komt u maar binnen. Gij. Hoe durft gij dat in uw stomme kop halen om u uit te geven als de vader? Oh. Ja. En dan de ceremoniemeester nog naar huis sturen, gangster. Maar dan is het genoeg. Ja, eruit. Ja. Theo. Allee. Jeroen. Ja. Ik denk dat alleen maar om te helpen. Eruit, is het gezegd. Zeg altijd, wie niet binnen is, is buiten. Maris, wat overkomt mij toch? Ach, ja, zusje. Organiseren, het is een kunst, hè. Ik heb het nooit meegemaakt, hè. Dat is helemaal loopbaan. Nooit meegemaakt. Of waar, zwart. Ah, daar hebben we de bruid. Je ziet er stralend uit. En, waar is de bruidegom? Ja, we zijn er! Mark? Ja. De bloemen.
Mark, jong. Hey, je weet niet hoe blij dat ik ben dat ik u zie. Och, onze knappe zoon. Ja. Mijn ventje kent er niet veel van, maar hij doet het in ieder geval beter dan jij. Ja, zo doet je dat nu toch niet, hè? Oh, hoort hem, de specialist, hè? Voilà. Oh, een adem. Maar Mark, wat doe je nu? De chocoma. Oh. Oh. Jeroen, ik heb het u gezegd, hè. De boeren buiten. Mark, Mark. Hey. Hoe is het nu? Hoe gaat het? Ik voel me... Oh nee, hè. Supergoed! Niks zo goed als de chocomelk. Oké, Mieke. Opnieuw. Alsjeblieft. Ik zie u graag. Excuseer. Voorzichtig, hè. Die wat groter maken, dat een normale vrouw met een normale nood normaal kan instappen. Allee, kom, Xavier. Waar moet ik zitten? Zet hem maar onder, meneer. Ja. Oh, nee. Jij zou toch de oldtimer besturen? Die is plat, zeg ik u. Ah, wel, dat is dan simpel, dan bestuurt gij het bolken. Kom maar, Maris. Hallo. Dag. Oh, Beke, je kunt niet geloven hoe gelukkig dat ik ben. Dat wij gaan trouwen. Nee, dat ik niet meer mottig ben. Zo. Kom maar. Ja. Mark, hey, pas op dat je niet op mijn kleed gaat zitten, hè. Ja, waar dan wel? Meneer Boma, je moet eerst op het dashboard kloppen. Voilà, wij kennen elkaar. Ze blijven lang weg, hè. Dat zal wel, met dat bolleke. Bolleke, bolleke, lieve solleke, holleke, bolleke. Zijn je verkouden? Nee, ik ben allergisch aan de pluimen van Pascal. Ik hoop dat ze niks aan de hand hebben, hè. Oh, uw adem, hè. Dank u wel, meneer Boma. Kieken. De volgende keer gaat je eerst tanken, hè? Ja. Oei, bijna vergeten. Thank you.
niet dat ik het gezien had. Anders stond je misschien in je blote. Laten wij God de Vader vragen papa, dat hij... Je bent toch niet begonnen zonder mij? Dan vraag ik u mekaar de rechterhand te geven... om voor ons allen uw trouwbelofte uit te spreken. Mark, ik wil uw vrouw zijn. Want ik ken u door en door. Ik kan binnenin u kijken. Hoe zit je dan? Met mijn hart. Ah. En ik zie iemand die altijd blij is. Iemand die altijd eerlijk is. Iemand die goed is voor iedereen. En daarom hou ik van u. En ik zal u altijd trouw blijven, wat er ook gebeurt. Oh, merci, Bieke. Merci. Ah ja. Bieke, ik weet dat ik een kieke ben. En ik vind het ongelooflijk straf dat jij met mij wilt trouwen. Maar ik zie u graag. En ik zal u altijd graag zien. Totdat je dood bent. En daarna ook nog. Want er is niemand zo lief als jij. Met dit ja-woord beschouwt de kerkgemeenschap u als man en vrouw. Maar of ik nog niet... De ringen, ja? Ha. Maar het is niet waar, hè? Nee, het is niet waar. Het was maar om te lachen. Mark, ik geef deze ring omdat ik van u hou. Ja, ik ook, Bieke. En hem niet verliezen, hè. Het is nogal onhandig. Dan mag u nu een kus geven. Moet dat echt? Als ik u daar plezier mee kan doen. Amai, ik heb geen adem meer. En willen de getuigen nu naar voren komen? Is dat geen voorteken is, Morris? Van? Voilà, ja. Hier zie je mijn cadeau. De beste duiven, gekend tot in Japan. Allez, Fernand, het is goed. Mark? Ah.
Mag ik nu naar het feest komen? Ja. Madame Carmen, pas op voor uw noot, hè. Ze zouden kunnen gaan nestelen. Oh. Zie wat voor een noot goed is, hè, Fernand. Ja, Fernand. Zo kun jij niet naar ons feest komen, hè. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Oh.